Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. Vandaag, 29 december, heeft de Lidl weer nieuw vuurwerk in de schappen liggen. Ik had het al een paar dagen geleden gezegd in de livestream dat de Lidl waarschijnlijk een nieuwe levering gaat krijgen, nog één keer. En ik hoop erop dat dat de badge is van 2020, dat wat ze eerder ook hadden. We laten jullie nu even de beelden zien wat we in de Lidl aantroffen. Ja, jongens, bij deze Lidl hebben ze dus weer volle schappen gekregen. Zoals jullie kunnen zien, wel met de badge 2021. Dus ik ben heel benieuwd hoe deze zullen knetteren. Dat gaan we zo meteen even testen. Maar wel zie ik dat ze dus op een van de laatste dagen van het jaar toch nog volle schappen hebben. Dus zoals jullie zien, jongens, volledig gevulde schappen bij deze Lidl. Maar alles is badge 2021. Daar zien we 2021. Maar ook op de achterkant van deze pakjes. 2021, jongens. We hebben ook meerdere dingen meegenomen bij de Lidl. Zo. Kijk, we hebben een fonteinenpakket. Had je die eerder ook al? Ja, man. Okay. En we hadden deze. En helaas, wat jullie in de winkel ook konden zien, 2021. Oh ja. Kijk, maar wat het mooie is, is dat we hier dus nog een pak hebben van de vorige keer. Lijkt ook een ander kleurtje, zie je dat pak? Oh ja, hier. Dit is het enige verschil dat ik zie hier. Ja, maar ook kleur. Hier, kijk dit en dat. Is anders. Ja. Oh ja, klopt. Ander design. Ja. Dit is dus 2020. Die kunnen we vergelijken. En wat al helemaal mooi is, is dat we hier ratellinten van de Aldi hebben. Badge 2020. Esso naar Pyro Den Haag. Yeah. Dan kunnen jullie allemaal horen wat het verschil is in ratellinten. Dit is die van 20. Ja, die zijn goed, dat weten we. Dat waren ze niet. Ja, die zijn goed, hè? Ja, die waren goed. En dat is? Dit is van nu. Dit is 21, van de Lidl. Ik ben benieuwd, man. Of er een verschil in zit. Anders zijn ze ik hoop het niet, man. Nee! Hetzelfde! Hey, maar dat is goeie, man. Zal ik zeggen dat ik deze lauwer vind? Dan ben ik blij dat we hier nog een paar pakken van bij hebben bijgehaald. Ja, dat is echt heel mooi, man. Dat is goed nieuws. De 2021 badge van de Lidl is dus gewoon goed. Ja, dit is de 2020. 2021. Nou, links is dus 2020, rechts is 2021. Zie je dit verschil? Ik kan het ook zien, hè? Die van nu. Geen verschil, man. Nou, dan hebben we ook nog deze. En het gekke is dat dit ook gewoon Weco is. B2B-lijn. Hier. Ik heb de PTD-torch. Oh, je hebt de PTD. Zo, kijk eens. Hartstikke idee. En moet je horen hoe zwak deze dan is. Dat is echt niet normaal. Het verschil. Ongelooflijk, hè? Gast. Dit is dus ook Weco. Dus ik snap niet wat nou... Wat nou doe wat alles is. In één. Zo, nou even alles, maar ook dat stelt dus niks voor. Ja. Bizar, hè? Hey, dan heb ik liever 2-3 knetterlinten van de Aldi of de Lidl nu. Laten we dan ook even voor het shot voor jullie laten zien zo. Hoe een knetterlint is van de Aldi. Zo, hebben we die nog niet gedaan? Nee, man. Zo. Die hebben we nog niet gedaan. Dus die moeten jullie ook even horen wat het dus het verschil is. Dan pakken we een knetterlint van de Lidl. Deze is van de Lidl die je nu doet. Ja, dat is de Lidl. Doe maar die van Aldi erbij. Ja, doe ik zo. Ja, die zijn wel goed, hè? Doe die dan. En dan heb je dus ook de Aldi. En zo. Kan je nagaan? Die gaat snel, groot. 2020 Lidl. Badge. 2020 badge van de Aldi. Dat kan toch niet? Fucking ziek. Dat kan echt niet, man. In ieder geval, wij bewaren ze. We hebben dus nog een paar pakken ervan, van 2020. Maar het lijkt erop dat die van 2020, van de Aldi, zelfs nog beter zijn dan vorig jaar van 2020. Ja. Wat we ook hebben,
is het fonteinenpakket. En wat daar interessant aan is, is dus dat ik de vorige keer dat de Lidl vuurwerk had, hadden we deze. En toen waren die Cracklin fonteinen heel goed. Maar volgens mij was dat de batch 2020. En okay. Ook bij deze, zien jullie. En ook bij deze. 2021. 2021 als badge. De Cracklin fonteinen waren dus vorige keer het ziekst. Hoe is dan de badge nu? Ik ben benieuwd. Zo te zien gewoon een goede badge. Ja, best prima toch? 2021. Dat vooral bij de Aldi, dat we daar best wel genaaid zijn met die Aldi ratellinten. Ik zeg dat ik nu de Lidl beter ga vinden in het algemeen. Dus laat even weten jongens in de reacties of jullie ook naar de Lidl zijn geweest. Disco Fountain Flash. Nou, we hebben dus hier die fontein even uitgestald. Gaan we even achter elkaar doen. Het. De rest van deze fonteinen. Zo. En ook wat. Kom je zien dat die pakketjes erachter gaan, man? Dat zou heel zonde zijn. Zijn wel lachen, maar niet super denderend. Nee. Maar goed, voornamelijk komen we voor de knetterlintjes. En dat is natuurlijk super belangrijk, hè, Mies? Even een paar fonteintjes in de regen. Het zijn geen slechte fonteinen, man. Het is ook overdag, hè, dus. En zilverfouten hebben we. En de zilverfouten. Lach. Was deze met Cracklin? Weet ik niet, man. Nee, man. Oh, die is wel goeie. Zeker, komt veel rook vanaf. Leuke pakketjes, hè? Het begint inmiddels keihard te regenen. Jullie zien in ieder geval de verschillen. De Lidl heeft vandaag een nieuwe levering gehad. En als het goed is, heeft jullie Lidl dus ook. Ik zou zeker even kijken, want jullie zien het, dat die badge van 2021 ratellinten helemaal niet zo slecht zijn. Sterker nog, ik vind ze even goed als die van 2020. Laat in de reacties achter of jullie al zijn geweest. Bijna oud en nieuw, jongens. Compilatie komt 1 januari online, dus het is super belangrijk dat jullie even abonneren en op het belletje drukken. En dan morgen komt er gewoon weer een nieuwe video online. Later.